de meeste van jullie zullen het waarschijnlijk al weten, maar vandaag komt de nieuwe Nether-update eraan. In deze update hoef je niet langer meer Diamond Armor aan te doen, want vanaf nu kan je ook Netherite Armor hebben. Mijn naam is Jarne en in deze video zal ik jullie tonen hoe je het snelst aan Netherite geraakt. Stap 1 is natuurlijk ga de Nether in, want Netherite, daar moet je Ancient Debris vinden. Dat is dit soort blok, zo ziet het eruit. Je kan het hakken met Diamond Pickaxe. Ik weet nog niet zeker of je het ook met Iron kunt hakken. Maar voor de zekerheid zou ik het met Diamond Pickaxe doen. Ik zou ook even iets wat van Golden Armor hebben. En ik doe het even in creatief omdat het toch wel een stuk makkelijker is. De reden waarom ik Golden Armor heb, zijn nieuwe soort wezens toegevoegd. En die val je steeds aan. Maar ja, nu voor nu hoef ik het even niet, omdat ik toch in creatief ben. Maar stel als jij een survivor bent, zou ik het toch doen. Ook wel handig is, is even een potion of fire resistance. Wat je eigenlijk eerst moet doen is zorgen dat je naar beneden gaat en dit soort pestwolken op een veilige manier doen, want soms kan je in de lava vallen zoals hier zo. Stel als je dan toch in de lava valt, komt die fire resistance potion goed van pas. Ja, tot gelijk ongeveer 16 is goed genoeg. En wat ik nog vergeten heb te zeggen is, je hebt ook TNT nodig. Dus wat je best kan doen is even wat blokjes hier gaan graven. Je hebt ook een beetje geluk nodig dat je niet tegen lava komt. En dan even wat TNT plaatsen. En dan wegrennen. Dit moet een veilige afstand zijn. Ja, soms kom je wel wat kleine lavapoortjes tegen, maar dit kan je weer weghalen. Zolang je maar geen grote lavapoort hebt, is het goed. Je kan natuurlijk ook wel bedden gebruiken, maar TNT vind ik wel iets leuker. Oh ja, dit kan ook gebeuren, dus daarvoor moet je ook wel oppassen. Ha, hier vind ik het. Ancient Debris. Dus daar heb ik het nu gevonden en dan laat ik ook nog even wat tonen wat je er dan mee kan doen. De bedoeling is dat je dit of smelt in de furnace. Dan krijg je dit. Nether scrap. Netherite scrap. Dan kan je hiermee dit hier maken. Je hebt er gewoon 4 goud voor nodig en 4 netherite scrap. Maakt niet uit. Je kan het ook zo doen zolang het 4 goud is en 4 van de netherite scrap dinges. Dan kan je een netherite ingot maken. Met die netherite ingot kan je je tools upgraden via dit ding. Een smithing table. Gaat gewoon zo simpel. Met die netherite kan je ook een block of random netherite maken. Maar die zijn redelijk duur. Wat ik ook nog handig vind is dat als je al een enchantment hebt op je diamond pickaxe. En je wilt die upgraden naar netherite pickaxe. Dan verlies je je enchantments niet, dus vind ik ook wel handig. Hopelijk hebben jullie wat geleerd uit deze tutorial. En als dat zo is, laat het dan even weten in de reacties. En dan zie ik u weer terug bij een volgende video, dus doei doei!